Nou, we zitten op de bus naar de Warner Brothers Studio Tour. Het zou ongeveer een uurtje moeten duren. Dankzij Elke. Elke heeft de zin eronder gezet. Dat is gelukt. Chris heeft er ook zin in. Kijk eens. Yay. En we hebben een in-flight movie, Harry Potter. Waarom weet ik ook niet. Maar het is een ritje van ongeveer een uur. Dus, ik ben heel erg... Sorry, ik ga nog even, Chris. Ik ben benieuwd. Nou, we zijn er. We hebben het gered. Waar is de tourgroep? Daar is de tourgroep. Tickets afhalen. We gaan zo naar binnen. Spannend. We beginnen bij de gift shop. Hallo. Gewoon omdat het kan. Top, hé. We hebben hier wel iets meer spulletjes dan bij de festival mooi trouwens. Dan bij de expo. Een cauldron. Dat is op zich ook wel mooie shirts ook. Het is niet dat je zegt van een goedkope smack het er maar op en klaar. Huh? Talking toy is het. Nog een keer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3 and a half, 2, 1 and 3 quarters. Yes! De Marauders map, cool. Ze hebben Scheruffy. Ja, en die mist ook echt een teen. Kijk, Scavers. Scavers missing a toe. Oh, shit. Oh. Gek genoeg vind ik het cool. Dat ga ik echt niet doen, hoor. Nee. Ja, 8,95, dat is best veel voor de dingen, maar ik heb hem al beloofd. Ja, maar dat is echt wel... Dat is... Hier staan ze op, ze. Met... Is dat niet? Hier staan alles maken. Ik zou eerder inderdaad hier 9 pond voor uitgeven dan bij wijze van spreken die M&M's in een ander kleurtje. Die hebben een andere smaak, M&M's nu, maar dit vind ik unieker dan jee, een roze M&M. Maar gaan we dan... Ja, dan moet je kijken waarom. Elke gaat een sjaal kopen, dan kan ze gewoon op de foto met haar sjaal. Is ze wel van het goede huis? Hij was juist gespaard, want de kapot was gewoon. De cupboard under the stairs, bij de meterkast, dat vind ik dan wel weer tof. Dat heb ik in de film even gemist. Making your way through those double doors so that we can get them close behind you. Ze gaat voor de selfie. Ja, ik denk, wat gebeurt er? Ik word ineens 3D. Zonder bril. So I know that you've only had a few moments to take a look around. I'm sure that you already
you'll notice all of the things that you never saw on screen. Oh, actually magically added with computer effects. However, a CD bump was made and you'll be able to see that around the corner in just a moment. Now, while the CD might not be real, the floor, if you give it a stamp, that is real York flagstone, just like you'd find in a real castle. The filmmakers realised very early on that this set would endure a lot of wear and tear, so using real stone was the best way to make it last. And it's about some of our most iconic scenes. Yes, of course, it is the one and only Rubius Hagrid, played by Robbie Coltrane. However, Robbie Coltrane never actually wore this costume. He was a tall guy, standing at 6'2", but that's not quite tall enough to play a half giant. So this costume was actually worn by his size double, Martin Mayfield, an ex-England rugby player who was a massive 6'10". But even that wasn't quite tall enough, so they added studs to his shoes, padded out his costume, and even gave him an animatronic head which resembled Robbie Coltrane. Zijden sowieso van de grote hal, de Great Hall. Probably find a little bit of a picnic area.
op video, dus meestal wel een beetje de bedoeling, zeg maar. Hoe vind je het tot nu toe, lieverd? Nou, ik vind het wel veel meer indrukwekkend dan de expo. Ja, de expo was echt wel gewoon een beetje, beetje expo, zeg maar. Maar... Het is echt iets, als je ook ziet, de Kamer van Dumbledore, de buitenkant, zodat hij eruit ziet, maar dan ziet dat hij binnenkant is. Daar gaat ze hoor, Toversuus. Kijk eens aan. Elk ook. Zus, wij zijn erop geweest. Gaan we het trotseren, het Forbidden Forest? Doe jij buigen voor... Ja, als je heel verwacht, schat. Ja, daar gaat-ie. Zie, jij vindt jou ook lief.
wat. Platform 9 and 3 quarters. Wat doet zij dan? Wat, wat, Ook hier blijven mensen voor de ingang staan. Dat is gewoon heel, heel normaal, zeg maar. Was die konijn? Flying Fox skews. Erg lekker ijs. So the white card model and the illustration are the tools that are used for the conversation with the director. Here's Harry Lowe.
to Gisella. Why? Why? Because he's showing what it looks like in Dumbledore's office. If it was real. Yeah, if it was real. Why? Why? Ik hoor net Suus erg onder de indruk zijn. Wow. Suus is een beetje onder de indruk, geloof ik. Of niet? Ja, ik vind dit echt wel... Zoals iedere goede tour behelst, eindigen we in de giftshop. Daar zijn we vanmorgen ook al begonnen. Helemaal niet in de gaten gehad dat de tour ook echt in dezelfde giftshop weer eindigt, want ik heb gewoon niemand naar buiten zien komen. Maar Suus was een beetje onder de indruk van het laatste stukje, hè? Een beetje erg. Moest een beetje huilen. Was ook wel, de muziek maakte het wel. En dat was ook wel heel mooi om het hele model zo te zien. De muziek maakte het af. Chris zijn nog even toverstok aan het halen voor de jongens. Kleintjes. Hij kwam binnen. Die weten, hij kwam goed binnen. Hij kwam binnen. Maar voor de rest overal geen spijt van, zeg maar, alsnog. Nee. Ik heb wat in mijn keel. Heel de dag al, maar het komt nou een beetje los. Dus we gaan eventjes even de drukte uit. Even de drukte uit. Maar, wauw. Echt aan te raden deze tour. Als op zich best duur. Het is duur. Het is best een hoop geld. Ik sta in de loop. Hoe krijg ik het voor elkaar? Om altijd in de loop te staan. Maar ja, echt een thumbs up. Onwijs mooi. Sowieso, ook al heb je niks met Harry Potter. Als je ook maar een klein beetje indruk wil krijgen van hoe een film in het algemeen gemaakt wordt. En dan zeker een spektakelfilm als Harry Potter. Is het zeker aan te raden om hier te gaan kijken. Want die gasten hebben echt wel werk gestoken in de sets en alles. Echt super. Echt helemaal geweldig. Wat vonden jullie ervan? Ja, ik vond het super knap gemaakt. Echt, hè? Ja, volgende keer als ik de film zie... Ik ga de film kijken. Ja. Wat dat betreft, hoe jullie gaan koffietje halen? Lekker. Hè? Nee, ik ga het maken voor het eten. Ah. Moet jij een koffie hebben of zoiets gaan? Nee, ik denk dat ik een frappuccino karamel ga nemen. En Elke, wat vond jij ervan qua indruk? Toppie. Heel content. Ja, wat dat betreft echt respect voor die mannen. Maar ook dat kasteel op het einde. Gewoon dat je, het lijkt een computeranimatie, maar ja. Het is dus gewoon een set. Set wat dat betreft. Een computeranimatie over. Ja. Heel knap.
echt indrukwekkend. Ik ga strawberries en cream frappuccino nemen. Lekker. Ja, dat hebben we achter de rug. Wat was de tour? Wat vond je ervan, Suus? Uiteindelijk, zal ik maar zeggen, net over bij het winkeltje het een en ander besproken. Maar... Elke, Chris? Ook enthousiasme ook. Ja, het was echt super tof. We hebben Elke en Suus die hebben echt gewoon een super leuke tas gekocht. De ene kant, kan ik nog een keertje omhoog houden, Elke? Wil je hem even showen? Dat is de ene kant. En de andere kant... Mischief Manager. Suus heeft hem ook. De vrouwendingetje, dezelfde tas. Maar zeker, mocht je in de buurt zijn, zeker aan te raden. We hebben butterbeer en butterbeer ice cream gegeten. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond die in Universal lekkerder. Deze was ook gewoon zeer goed hoor, maar waarschijnlijk omdat het frozen was. Want het zou best wel eens gewoon hetzelfde recept kunnen zijn. Chris vond hem ook super lekker. Ik ja, was echt fan hè, van butterbeer. Ik weet niet waar het een beetje naar smaakte zonder het room. Maar het was in ieder geval lekker. Maar wij gaan weer een uurtje op de bus terug naar Londen zelf. Want dit is buiten Londen. En we zien jullie bij de volgende weer.